5 borden per stadsdeel vinden wij als 50PLUS absoluut veel en veel te weinig. Ja, dat is eigenlijk niet wat wij wilden. En ik ervaar dat als een soort belediging. Hassan Bouyatoui, lijsttrekker van DENK, en Mark van Rooij van 50PLUS zijn niet blij. In het heetst van de strijd om de kiezer, opeens een tegenvaller. Het aantal vrij te plakken verkiezingsposters op sandwich reclameborden wordt beperkt. 5 per stadsdeel. En dat terwijl er bij een eerder gesprek met geen woord over een beperking zou zijn gerept. Je mag erop van uitgaan dat op het moment dat er iets besproken wordt, dat je daarvan uit mag gaan dat dat inderdaad ook zo is wat je bespreekt met elkaar. Dus de burgemeester had er niks over gezegd. En de burgemeester heeft er niets over gezegd. Dus wij zijn een beetje verbaasd dat nou plotseling in het stuk wat wij van de ambtelijke organisatie krijgen, dat we in één keer worden beperkt in onze vrijheid van meningsuiting. En ook Hassan Bouyatoui, nu NIDA en lijsttrekker voor DENK, verwijst naar het gesprek met waarnemend burgemeester Ank Bijleveld. Deze werd letterlijk tegen mij gezegd, nee, maar wat betreft de sandwichborden kan je onbeperkt gaan ophangen, gaan gebruik van maken. Ik was super blij mee, tot het bericht dus van 2 dagen terug, waar inderdaad aangegeven is dat er maar 5 stuks per stadsdeel per deelnemende partij. Echt onwenselijk, maar ook onbegrijpelijk. Je ziet dat de communicatie niet op orde is en dat is treurig. De gemeente Almere laat weten dat met 16 partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen en met elk 5 posters per stadsdeel er in de 7 stadsdelen, rekent u even mee, 560 verkiezingsposters zouden zijn te zien. En daarbovenop komen op 8 plekken de algemene grote borden waarop alle partijen een poster kwijt kunnen. Dat zou genoeg moeten zijn. Ja, nou, wij waren een beetje verbaasd, want uiteindelijk is dat nog steeds in strijd met de vrijheid van meningsuiting aan de ene kant. En tegelijkertijd, ja, 5 borden. Ja, wij hebben ondertussen al aardig wat borden geprepareerd en klaargemaakt. En was dat ons verteld vorige week of ruim 10 dagen geleden door de burgemeester, dan hadden wij daar natuurlijk rekening mee gehouden. En ook Hassan Bouyatoui vindt het niet rechtvaardig. We waren eigenlijk grootschalig voorbereid. We hebben echt gewoon tientallen borden in productie gezet. En als je onze gemeente gaat vergelijken met andere gemeenten, dan is het verschil groot. We verwachten dat de gemeente vooral de komende jaren dat er ook goed over nadenkt wat betekent campagne voeren. En dan willen we dat op een fatsoenlijke manier gaan doen.